Oké. Wat doet u nu? Ik ga nu mijn temperatuur laten scannen en ik krijg een toegang. Normale temperatuur 35,5, 35,6. Dus hoe weet dat apparaat dan? Het systeem die meet mijn huidtemperatuur. En wat lager dan normaal, omdat het warm is. En dan verdamp je veel water en dan koel je af. Dit is de eerste van 6 temperatuurcamera's die in winkelcentrum Krimpenhof in Krimpen aan de IJssel worden neergezet. De manager hoopt dat ze de bezoekers in deze tijd van corona net dat beetje extra veiligheidsgevoel geven dat ze weer in grote getalen zullen toestromen. 35, 3, 4, daartussenin. En dat vindt u wel fijn om te weten? Ja, eigenlijk wel. Ga jij hier staan. Maar wat nou als u koorts heeft? Ja, dan zijn we hier niet. Meten is niet verplicht en als er sprake is van koorts, moeten mensen zelf zo verstandig zijn om weer huiswaarts te gaan. Ja, er zit geen handhaving achter. We rekenen erop dat mensen ook gezond verstand hebben en denken van joh, koorts is de eerste aanwijzing voor een besmetting. En dus ja, weet je, dan moet je zelf ook de verantwoordelijkheid nemen en denken van joh, ik ga weg. Ja. Nou, u bent perfect gezond. 4. Nou, dan kent u mijn medische doorsween niet. Nee. Want... U heeft geen verhoging, laat ik het toch zo zeggen. Oké. Ja, superhandig. Ja. Mooi. Ja, nou, normaal. Heeft geen koorts. Nee. Fijn om te weten. Dat wist ik al. De apparaten heeft Van der Wild zelf uit China geïmporteerd. Het land dat naar verluid volhangt met camera's met gezichtsherkenning. Om iedereen in de gaten te houden. Maar die functie is in Krimpenhof uitgeschakeld. Maar kijk, deze data kan ik eens op mijn USB-stick downloaden. En dan kan ik daar wat mee doen. Maar ik kan er niks mee doen, want ik weet niet wat het is. Nee. Ik zie geen fotootjes. Want dan ben ik hier strafbaar en daar zit ik nou niet op te wachten op de privacywetgeving.